Yo, Gianan hier en welkom terug bij deze nieuwe video van F2120 My Team Career Mode voor de laatste keer het begin van een nieuwe seizoen. Seizoen 6 staat op het programma, de laatste keer ook van F2120 My Team Career Mode dat we ook in Australië gaan beginnen, want dit seizoen is het laatste seizoen van My Team Career Mode. Een heel mooi eindseizoen was het. Vorige aflevering een heel mooi slot. Maar het wordt tijd voor een nieuwe rijder. Dat sowieso. Russell gaat dus na 4 seizoenen ons verlaten. Hij is 99 rated. We gaan even kijken wie wij pakken. Het kan ook Carlos Sainz of Max Verstappen worden, dat we die gaan stelen van Mercedes. En deze aflevering is ook wat langer dan normaal. Dat komt vanwege de intro die nu ook langer is, vanwege het nieuwe seizoen dat begint. En daarmee wil ik jullie even alle details nalopen die ik heb gewijzigd aan het team, aan de pakken, aan de auto, aan de helmen, aan de racehandschoenen en ook aan de kalender. En dan gaan we gewoon beginnen met de kwalificatie. Maar eerst dus gewoon nog het intro momentje. Want Russell gaat dus eruit. Ik zit alleen even te kijken, ja, door wie? Wat is een goede, verstandige keuze? En mijn oog valt op Lando Norris. En Sainz kan trouwens ook hoor. Nee, doe maar Sainz trouwens niet, want die is lager gereten dan Lando Norris. Hij verliest wel op awareness helaas, maar op experience, racecraft en pace zijn ze vrijwel identiek gelijk aan elkaar. Dus dat is heel goed. Norris gaan we dus bereiken. Nou, dat is dus gelukt. Maar McLaren wil Lando niet kwijt. Dus wij moeten tegen hun op gaan bieden. En we bieden 14,57 miljoen. Wat doet McLaren? McLaren biedt net wat meer. Dan gaan we gewoon steeds kleinere stapjes doen. 15,2 miljoen biedt McLaren. Wij bieden 15,32 miljoen. Ja, 15,32 miljoen. En Lando Norris heeft getekend voor het laatste seizoen van My Team Career Mode. En hij is ook 99 rated, net als George Russell in het vorige seizoen. Norris aan boord, een nieuwe teamgenoot dus. Ook weer een Britse coureur, ook weer een jonge Britse coureur, net als George Russell. En Russell is een free agent, omdat McLaren dus nu een rijder nodig heeft. En nu is Russell 90 rated, omdat mijn dingen van hem verlost zijn. En dan gaan we het. You're not currently in a rivalry. Sooner or later, you'll probably be asked by the media who you consider to be your rival. Think carefully who you select. While you will receive a claim for beating. Ja, boeien. Dat boeit me helemaal niks, Carl. We gaan gewoon het seizoen afsluiten, want we zitten eigenlijk nu nog in seizoen 5. En hier is dan weer waar we altijd zijn bij het nieuwe seizoen. Sowieso een nieuwe auto. De pakken gaan ook veranderd worden. Deze auto, het vorige seizoen, vond ik ook heel mooi. De mooiste die ik heb gemaakt vond ik toch seizoen 3. Sorry, seizoen 4 vond ik heel mooi. En we gaan dus even kijken welke kleurencombinatie het mooiste zijn eigenlijk. Ziet er wel apart uit deze helm hoor, want die heeft meer, hoe noemen we dat nou, vlekjes eigenlijk. Ja, ik weet niet hoe je het uit moet leggen, maar dat heeft hij dan meer dan normaal. We gaan kijken, want op basis van de helm gaan we de auto invullen voor de livery. Ik laat het even volledig lopen, waarom? Omdat ik het leuk vind om
om te zien wat, of jullie het mooi vinden. En dan is het zometeen gewoon de vraag of de pakken ook mooi zijn, de auto ook mooi is. Ik weet ook, we gaan met een andere motor rijden dan Ferrari. Die dumpen wij volgens mij na, hoeveel seizoenen was het? Na 3 seizoenen dumpen wij Ferrari. En we gaan niet met Mercedes rijden. Ik moet even kijken tussen Honda of Renault. Wat dan het beste is. Ja, ik vind het ook wel mooi hoor. Een beetje groenachtig. Het is allemaal even uitproberen namelijk wat het mooiste is. Blauw, groen, rood. Het kan misschien een livery zijn. Ik weet het eigenlijk op dit moment niet. Nou, de helm is dus gemaakt. Het pak gaat dus ook worden veranderd. Moet ook een mooie kleur zijn, vind ik. Groen sowieso. Meer rood erin. Ook wat oranje-geelachtig. En dat moet volgens mij wit zijn. Ja, kijk maar. Dat is dus mooi wit. Opvallend pak. Heel opvallend pak. Ik vind hem wel bijzonder. Een beetje de vlag van Amerika is het. Stars and Stripes. Ja, dat staat er ook bij de titel van het pak. Dus gewoon allemaal even uitproberen wat het mooiste is namelijk. Pak is gemaakt. Nu op naar de handschoenen. Hoe je het ook mag zeggen. Ach goed. Ja, dan heb je weer dus die Stars and Stripes. Ja, die gaat dus ook. Het moet gewoon wel matchen met elkaar. Dus. En Norris krijgt trouwens ook gewoon hetzelfde pak en handschoenen. Dus ja. Het is wel heel nice. De groene kleur klopt met elkaar. Niet kopt, maar klopt met elkaar. Jazeker, die klopt met elkaar. Het moet allemaal wel passen, want anders zie je het verschil. En dat is gewoon niet mooi. Mooi, handschoen is ook gemaakt. En het vreugdrandje, ja, dat boeit ons eigenlijk helemaal niks. Ik zeg, goed zo. Profiel is dus aangepast. Helm is aangepast. Pak is aangepast. Racehandschoen is aangepast. Dan gaan we door naar de details. Naam blijft hetzelfde. Alleen de hoofdsponsor gaan we veranderen. En dan gaan we denk ik voor Lupo Industries. Derde in het kampioenschap of Venus. Weet je wat, we pakken gewoon Venus. En we gaan voor... Jullie raden het volgens mij al. Honda. Jazeker, Honda. Die gaan we doen als motorleverancier. En dan vind ik het goed zo. Dit is dus de nieuwe auto. Hij is wel heel mooi. Het doet me een beetje denken aan een Italiaanse vlag. Hij is wel heel vet hoor. Dat moet ik toegeven. Het logo wordt ook aangepast. Sowieso naar een witte achtergrond. Maar dan is de vraag, gaat die roundabout, gaat die weg of blijft die gewoon nog aan het logo zitten? We moeten allemaal even kijken namelijk wat het mooiste is.
Ik moet wel iets aangeven dat wij de regerend wereldkampioen zijn bij de coureurs en de constructeurs. Een tijgerkop is ook... Tijgerkop, wat zeg ik nou weer? Een puma-kop is ook wel nice, maar zo'n krans is ook vet. Dat geeft wel gelijk iets aan, namelijk dat je met ons rekening mee moet houden. En dat is eigenlijk alleen maar goed. Als je nou trouwens vindt dat dit veel te lang duurt, dan kan je gewoon op de aflevering gewoon verder klikken. Dan kom je bij de kwalificatie in de race terecht. Ik doe dit alleen maar eventjes om een indruk te maken wat het team gaat worden. Hoe het team eruit komt te zien. Welke pakken er zijn, welke helmen er zijn, welk logo er komt, welke teamkleur het is. En de kalender. Maar als je zegt, joh Gianan, ik heb hier geen tijd voor. Je kan altijd even doorskippen op de YouTube bar. En dan vind je het vanzelf wel. Teamkleuren moeten ook nog worden aangepast. Nou, mooi, lekker, snel. Ho, 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 ho. Ho. We moeten even terug. Teamkleuren zijn niet goed. Het is dan wel de kalender. Dat heb ik trouwens nu nog niet beseft dat dat fout is. Want ik heb dit al eerder opgenomen namelijk. Alleen toen had ik het nog niet door. Maar die teamkleuren moeten nog worden aangepast. We gaan gewoon 16 races doen. Australië gaat er sowieso in. Vietnam gaat eruit. Want dat vind ik toch zo'n rot circuit. Monaco gaat eruit. Want daar kan ik gewoon niet op rijden. Abu Dhabi gaat er weer in. Frankrijk gaat erin. Engeland gaat eruit. Ik zit te twijfelen. Hou ik Spanje erin of gaat die weg? Want Spanje is wel een leuk circuit, maar ook soms een lastig circuit. Hongarije gaat er dan dit keer wel in. Dan hebben we als volgt Australië, Bahrein, China, Nederland, Canada, Frankrijk, Oostenrijk, Hongarije, België, Italië, Rusland, Japan, Verenigde Staten, Mexico, Brazilië en Abu Dhabi. Maar ik ga daar Spanje voor in de plaats doen. Ik weet trouwens niet wat ik nu heb verplaatst. Ik weet alleen dat Spanje op de kalender is gekomen. Oh shit, ik heb die teamkleuren niet aangepast. Nou, ach ja. Boeien. Dat zien we wel in de volgende aflevering. Of kan ik zo meteen nog even aanpassen. Maar goed, dat was dus de intro. Een hele lange intro. En dan wordt het nu tijd voor de kwalificatie van het nieuwe seizoen. In seizoen 6. We zijn inmiddels aanbeland bij de kwalificatie. Het is bewolkt, er kan ook regen gaan komen in Q2 en Q3, dus daar moeten wij voor oppassen. Ik moet nu wel wennen aan het geluid van de motor. Het is nu een Honda motor, geen Ferrari of Mercedes motor. Kevin Magnussen zet een 1.18.7 neer. Ik verwacht ook veel van Lando Norris. Ik ben ook heel benieuwd wat hij kan en wij zetten P1 neer met een 1.18.02. 7. Maar Norris pakt ons op 80.000ste. Dus Norris is wakker. En hij zet ons gelijk onder druk. Sainz en Russell niet door. Komen tekort in Q1. En dat is heel opvallend vanwege George Russell. Die dat niet gewend is. We zijn aanbeland bij Q2. En het is aan het regenen. Kijken wat deze tijd in de regen gaat opleveren. Eerste bocht nemen we goed.
klein beetje moment op het gras, maar het is niet erg. Dan zijn we aanbeland bij het einde van onze eerste run in Q2, misschien ook wel onze laatste run in Q2. Beetje worstelen met de auto. Pierre Gasly zet een 1.33.9 neer. En wij zetten een 1.32.7 neer. En Norris komt daar niet aan de pas op 11.000ste. Dit keer zijn wij sneller. En we zijn weer op de full wets in Q3. Het is weer geërgerd aan het... Wat zeg ik nou weer? Het is weer ergerd aan het regenen. Sorry, het is weer... het is weer heviger aan het regenen. Alsjeblieft, het goede woord. Heviger aan het regenen. Dat betekent dat wij nog veel meer moeten gaan pushen. En wij komen tot een 1.34.4. 19e langzamer dan George... ja, zie je? Dan Lando Norris. Ja, ik ben nog George Russell gewend. Het is Lando Norris nu onze teamgenoot. Dus ik moet er even aan wennen. Want Russell was al gestrand in Q1. Op de intermediate. 10 minuten van deze regen en dan denken we dat het op gaat drogen, adviseert Jeff, maar daar hebben we helemaal niks aan. Nu komt het erop neer. Deze ronde, alles of niets. P7 is het, paars in sector 1, paars in sector 2. We zijn 3 seconden onder onze eigen tijd gedoken. Maak daar maar bijna 4 seconden van. Het is de pole position op dit moment met een 1.30.6. En Norris komt een tiende tekort. Ongeveer precies een tiende. Verstappen naar P3. Magnussen verrassend naar P4. Doet hij goed voor Alfa Tauri. Leclerc naar 5. Gasly 6. Vettel 7. Albon 8. Hamilton helaas teleurgesteld met P9. En Ocon op P10. Alright, I think we can call that a successful qualifying. We should be in with a good chance in the race. Nou, daar gaan we dan voor de eerste race van het nieuwe seizoen voor Carrière aflevering 69. Finally time once again to begin what promises to be another thrilling season of Formula One action. Pre-season time, subject of so much discussion in recent weeks, mean nothing now as the cars line up to battle it out for points once again. So let's get this season underway. Welcome to the Australian Grand Prix. The Melbourne circuit is certainly one that needs to be taken seriously. Its combination of slippery surfaces and difficult corners make it a tricky track when it comes to overtakes. Drivers find it hard to pass and will need to take full advantage of those DRS zones if they want to have any hope of breaking through. A new season then, a clean slate where anything could happen. Anthony Davidson is with me today as we get another year of Formula One underway. We're into those tense few minutes before the first race then. Everyone's a little bit nervous about reliability. They haven't been running in the hot, turbulent wake of other cars in practice, and they've not been pushing at 100% for long durations. Let's hope no one has to deal with any nasty surprises. Before we begin, let's take a quick look at the grid lineup for today's race. The Professor lines up on pole position and Lando Norris lines up alongside. Considering the rest of the grid, we have Verstappen, Magnussen, Charles Leclerc and Gasly, Vettel, Albon, Hamilton and Esteban Ocon, Delatraz, Stroll, Sergio Perez and De Vries, Giovinazzi, Matsushita, Carlos Sainz and Nicholas Latifi. Russell, Kvyat, Ireland, and Romain Grosjean sits at the back of the grid. Which of the... Pole position. Let's go for the win. Nou, pole position. Later gaan we die overwinning. Kijk wat het gaat worden. Soft, hard is de strategie, maar die kan misschien nog veranderen vanwege een safety car. We nemen extra fuel mee om hard te kunnen pushen. En ik pas hem eigenlijk nu al gelijk aan. Naar soft medium, dat is denk ik de betere strategie. En dan gaan we gewoon beginnen voor een nieuw seizoen van F1 2020. My Team Career Mode, seizoen 6 staat op het punt te beginnen met een nieuwe teamgenoot genaamd Lando Norris. De lampen eruit en we zijn onderweg en we komen goed weg. Lando Norris komt ook goed weg. En we blokkeren hem al gelijk via die binnenkant. Hij kan er niet langs en dat is alleen maar goed. Maar ik denk dat Norris hier dan
Wel een aanval kan wagen via die buitenkant, dat doet hij ook. Hij zit naast ons. Is er voorbij, we remmen laat. Laat hem hier ook uitrollen. Mooi gevecht met Lando Norris nog steeds. Aan de buitenkant van ons rijdt hij. En dit keer is het gewoon weer een P1. Maar Norris komt terug. Norris komt terug en we moeten hem laten leven. We moeten Norris laten leven. Zit hij nog steeds aan onze buitenkant? Het is daar heel erg close. We raken elkaar meerdere keren zelfs. We hebben hier de betere kant van de bocht. Maar verpesten een beetje onze exit. Norris kan hier terugkomen. Nog steeds allemaal in ronde nummer 1. En Norris heeft de leiding veroverd van de grote prijs. Dan kunnen wij hier zo meteen terugkomen met IRS. Kijken hier naar de buitenkant. Norris laat daar weinig ruimte over. En Norris verschiet zich. En wij komen terug via die binnenkant. Maar Norris laat hem gewoon staan. Lando Norris laat hem gewoon staan. En een heel mooi gevecht om de leiding in de wedstrijd in de openingsronde van de race. En Norris heeft hem dit keer wel veroverd. En rijdt ook gelijk van ons weg. Dat gat is inmiddels 6 seconden. En Jeff komt met een nieuwe strategie. Laat het zien, jongen. Dat is gewoon precies dezelfde strategie. Dus dat is geen nieuwe strategie. Wat een beetje raar, Jeff. Maar oké. Een beetje raar is oké. Ik wou eigenlijk iets anders zeggen, maar dat ga ik niet zeggen. Goed, Lando Norris. Die voorsprong is inmiddels 6,3 seconden. En wij komen maar steeds niet dichterbij aan hem. Dus ik denk dat Lando Norris de wedstrijd gaat winnen. Maar er zijn nog 22 rondes te gaan in de wedstrijd. Dus dat duurt nog wel eventjes voordat de finish is gevlakt. En wij dan dus weer gewoon denk ik naar de overwinning kunnen toerijden. Maar dan moet er wel iets heel bijzonders gaan gebeuren in de wedstrijd. En zo niet, dan finishen we gewoon op een P2 achter. Voor het eerst sinds een aantal races. Volgens mij voor het eerst sinds seizoen 4. Finishen wij dan achter een teamgenoot. Want seizoen 5, daar wonnen we elke grote prijs. En nu in seizoen 6 hebben we een nieuwe teamgenoot. En die rijdt ons in één keer helemaal weg. Dus Norris heeft de smaak goed te pakken. Dat gat is inmiddels 6,9 seconden. We zitten in ronde nummer 8 van de wedstrijd. Okay, clear. Ronde nummer 9. En het is daar gele vlag. In sector 1. Daar rijdt iemand langzaam. Dat is een Mercedes. Geen McLaren. Dat is een Mercedes van Lewis Hamilton. Lewis Hamilton, de eerste uitvaller van de dag. In de openingsrace van het nieuwe seizoen valt hij dus uit. Dat is jammer voor de Brit. Daar ook de bevestiging die je net op het scherm zag. Lewis Hamilton uitgevallen in de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 11 van de wedstrijd. Als Lando Norris besluit om naar binnen te duiken. En gaat denk ik naar een setje harde banden. Ik weet niet of dat slim is. Hij had gewoon langer kunnen doorrijden tot ronde nummer 14. En dan had hij gewoon naar de medium band kunnen gaan. De pit window is open. We zouden dan nu eigenlijk naar de medium band kunnen gaan. Om Lando Norris te coveren. Maar we gaan gewoon langer door. We zitten in ronde nummer 14. Twee rondes langer doorgereden dan de rest. Norris zit op 8,9 seconden. En wij moeten nu wel naar binnen. Anders zijn onze banden gewoon eraan. Dus Norris heeft een heel groot gat voor zich. En ook een heel groot gat achter zich. Release, release. 2,3. Goeie pitstop. En het gat naar Lando Norris is 12 seconden zelfs. 13,3 seconden is de achterstand op Lando Norris. 13,7 seconden, dat is nu officieel. Dus dat belooft nog wat met nog 14 rondes te gaan. Dus er moet wel iets heel geks gebeuren.
mochten wij nog kans maken op de overwinning. We zitten in ronde nummer 9. Sorry, 19. Wat zeg ik nou weer? We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Ja, die woorden lijken heel erg op elkaar. We zitten in ronde nummer 17 van de wedstrijd. Als ze ons niet verbeteren. 1000ste zijn we langzamer. Maar goed, dat geeft helemaal niks. We moeten gewoon het hoofd koel zien te houden. Er zijn nog 8 rondes te gaan. Dus de race zit er eigenlijk alweer bijna op. En als het zo eindigt, dan wint Lando Norris zijn debuutrace voor ons team. En worden wij voor het eerst sinds seizoen 4 een keer tweede. We zitten in ronde nummer 20 van de wedstrijd. Het gat naar Lando Norris is gewoon 8,4 seconden. Dat blijft gewoon extreem groot. En de vraag is ook, kunnen wij ooit een keer dichterbij komen met nog 9 rondes te gaan in de wedstrijd? We zetten groen in sector 1 en 2 neer. Het gat is nu 7,8 seconden. We moeten gewoon blijven pushen. En hopen op een wonder. We gaan zo meteen ronde nummer 21 alweer in. Dan zijn er nog 7 rondes te gaan. En we zijn 3/10 sneller dan onze vorige tijd. Dat is heel goed om te zien. Dus er zit nog verbetering in. Dus ronde nummer 25, nog 4 rondes te gaan. Als daar geel in sector 3 is, daar rijdt een haas langzaam. Dat is volgens mij Romain Grosjean. Grosjean is uitgevallen. Safety car, safety car. No overtaking. Reduce your pace. Safety car is op de baan. De safety car is op de baan. En dit kan in één keer de wedstrijd gaan omgooien. Het gat naar Magnussen is 19,7 seconden. Gasly is 20,5 seconden. Dan moet de pitstop goed gaan. Want we gaan naar binnen voor een setje softbanden. Dat weet ik nu al. Waarom? Ja. Dan zijn we gewoon 2 compounden sneller dan Lando Norris. Die rijdt op versleten oude harde banden. En we gaan dus naar binnen. Het gat naar Magnussen is ongeveer 20,8 seconden. Dat probeer ik steeds te rekken naar 23 seconden. Deze pitstop moet goed gaan. Anders verliezen we een plek aan Kevin Magnussen. En dat is niet de bedoeling. Norris blijft buiten. Lando Norris blijft buiten. En gaat hij denk ik de mist in. Nu focussen op deze pitstop. Dat gat naar Magnussen is 22,9 seconden. Dat moet denk ik voldoende zijn. Exit een hele langzame pitstop. 3 seconden gaat hij ook nog niet goed. En dit is niet de bedoeling. Want Magnussen komt voor ons de baan. Ja, shit. Het team heeft niet goed werk geleverd bij de pitstops. En we verliezen een plekje aan Kevin Magnussen. We komen wel net voor Pierre Gasly de baan op. Maar weet wel met nog 300 te gaan dat we de verste set banden hebben van allemaal. De zachtste banden van allemaal. De snelste banden van allemaal op het circuit. Dus we kunnen misschien nog Lando Norris gaan aanvallen voor de leiding in de wedstrijd. Dan moet die safety car in ronde nummer 27 denk ik naar binnen gaan. Anders hebben we, ja, anders wordt het gewoon helemaal niks. Anders hebben we helemaal geen kans meer. En dan wint Lando Norris de wedstrijd. We maken ook nog trouwens kans op de snelste racerondepunt. Waarom? We rijden op een verse set softbanden. Daar zit dan ook nog een achterblijver. Dat is Callum Ilott. Lando heeft dat heel slim gedaan. De safety car gaat naar binnen. Norris mag het tempo gaan bepalen. En we zitten al gelijk bij Kevin Magnussen te kijken. Callum Ilott moet zometeen aan de kant. We mogen nog niet aanvallen. Dus we moeten even inhouden. En daardoor is Magnussen denk ik wat beter weg. Nee, maar daar rijdt Callum Ilott in de weg. En we vallen hier Magnussen aan. Aan die binnenkant. P2 is van ons. Met nog 200 te gaan. En dan moeten we alles uit de auto gaan stampen. Om naar Lando Norris toe zien te rijden. Dit belooft er een hele spannende eindsprint te gaan worden van de wedstrijd tussen mijzelf en Lando Norris, onze nieuwe teamgenoot.
domineert tot nu toe de wedstrijd. We zitten in ronde nummer 28 nog steeds met de paas in sector 2 neer. En daar vallen we dan nog eens aan die binnenkant. Heel goed gedaan. En de leiding veroverd. Met nog één ronde te gaan. Wie had dat gedacht? Ik zeker niet. Wat een wedstrijd tot nu toe. En dat snelste race ronde punten, dat gaat ook naar ons. Dus dat pakken we ook af van Lando Norris. Dus we verpesten gewoon Norris zijn openingswedstrijd. Met een andere strategie dan onze teamgenoot. En ik denk dat Lando Norris er heel boos om gaat worden. De snelste race ronde bedraagt 1.20.4. Ik zat te twijfelen tussen de snelste ronde en de snelste race ronde. Dus vandaar dat er iets raars uit mijn mond kwam. Maar goed, Norris te kijken gezet op 2,1 seconden. Dat snelste race ronde punt is van ons. Dat gaat ons nog lukken ook nog. Waarom? We verbeteren ons. Ik heb vandaag wat moeite met mijn spraak, maar dat geeft niks. Geblokte vlag is van ons. Wij winnen dus de openingsronde van het nieuwe seizoen. Norris in zijn debuutrace naar P2. Leek lange tijd naar zijn eerste raceoverwinning te gaan voor het team. Maar daar verpesten wij dus het feestje van. Een prima wedstrijd. En dan gaan ze opmaken voor de volgende aflevering in Bahrein. Tell me, Ant, how do you think they were able to deliver such an incredible result today? I think a large part of the result comes down to temperament. They were able to keep their heads when everyone around them was losing theirs. And that's allowed them to get the best out of the car, to maximize the strategy and to stay out of trouble. The faces on our top three look so incredibly happy as they make their way up to the podium. A much deserved victory and a brilliant performance from them all. Hierbij dan dus de uitslag van de eerste wedstrijd van het nieuwe seizoen. Wij winnen dus de grote prijs met een andere strategie dan de rest. Pak ook het standsrichtpunt Lando Norris naar het podium voor ons team. Magnussen naar het podium voor Alfa Tauri. Doet hij goed. Gasly 4. Leclerc 5. Albon 6. Vettel 7. Ocon 8. Kvyat 9. En Lance Stroll op P10. Norris in zijn debuut race voor ons gelijk naar het podium. Dat doet hij heel goed. Dus ik verwacht nog veel van Lando Norris. En misschien nog een spannende titelstrijd voor het wereldkampioenschap. Klassement. 24 punten verschil. En 8 punten verschil naar Lando Norris. Maar goed. Deze aflevering zit er alweer op, mensen. Een hele lange aflevering. Zit er alweer op. Ja, ben je nieuw op mijn kanaal? Abonneer voor meer wekelijkse F1 2020 My Team Carimmel content. Schakel ook gelijk het belletje aan, zodat je geen enkele aflevering meer van mij mist. Like de video als jij hem leuk vond. Dislike hem als jij hem niet leuk vond. En vertel me ook waarom je hem niet leuk vond. Volg me op sociale media en mijn gebruikersnaam in de beschrijving. Dit was de journal, mensen. Tot de volgende keer bij F1 2020 My Team Carimmel. Nou verder in Bahrein.